Staan blijven. Oh, er komt een trein. Potverdomme. Goed zo. Liggen. Mond houden. Oké, er wordt geschoten vanuit het voertuig op onze C-achtervolging. De welbekende Trevor Phillips zitten wij achteraan. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Alice Bluval en more. Vandaag ga ik op pad met het AT, met z'n tweetjes en de hond. Die zit er voorin, want anders heeft hij geen plekje. Dus die moet wel voorin zitten. Mijn collega lekker achterin zitten. Wat gaan wij vandaag allemaal doen? Wij gaan op pad naar meldingen die ons op straat tegemoet gaan komen. En misschien in gebouwen voor een invalletje of zo. Voor de rest heb ik wat informatie over het AT en het DSI. Want dat zit toch een beetje anders dan ik dacht. Ik dacht altijd, AT, arrestatieteam, wat ook op onze rug staat. Die gaat naar geplande acties en die gaat mensen aanhouden in een huis op zondagochtend om 5 uur, waar iedereen nog slaapt. En de DSI gaat naar niet geplande acties, zoals iemand die op straat zit te schieten of die zichzelf iets wilt aandoen in zijn huis. Maar dat is toch wat anders en dat is namelijk deze foto die jullie nu in beeld zien. En dan begin je dan bovenaan bij Nationale Politie, dan gaat naar de DSI, dus de Dienst Speciale Interventies. Dat is gewoon iedereen in zijn pakje, als ik het goed begrijp. En dan ga je krijgen ofwel de politie ofwel de defensie. En dan vanuit de defensie heb je de BSB. Geen idee wat dat is. En dan heb je vanuit de politie het arrestatieteam. En dat is AT Noord, AT Haaglanden, AT Zuid, AT Amsterdam, AT Midden, AT Rotterdam. En niemand weet waar die, waar die plekken waar hun zich schuilhouden zijn. Dat weet ik in ieder geval niet en ik denk ook niet dat jullie dat weten. Ja, en dan heb je iets van interventie bestaande uit 2/3 militairen en 1/3 AT'ers. Komt in actie wanneer de AOE'en het niet aankunnen. Dus ik neem aan tot wanneer de algemene Nederlandse politie, dus gewoon noodhulp, niet aan kan komen hun. Nou, dat is een beetje kort uitgelegd, dus het is niet zo wat ik ooit tegen iemand ook heb gezegd van DSI gaat naar niet geplande, AT gaat naar geplande. Dat is het niet. Even kijken. Bericht voor alle wagen. Dat is niks. Wij gaan maar even naar de schietbaan. We gaan even schieten. Even weer oefenen met ons gear. En dan gaan we kijken of er meldingen komen. En dat kan van alles zijn. Persoon met mes, persoon met vuurwapen. Ik ga niet alles aannemen. Of ik ga niet... even kijken hoe ik dat ga zeggen. Ik ga ook meldingen aannemen die officieel niet echt voor het AT en DSI zijn. Maar waar wel geschoten zal gaan moeten worden of niet. Gewoon om het nog wat enigszins leuker te maken. Zodat ik niet maar uit 3 meldingen kan kiezen, snap je? In ieder geval genoeg te doen hebben. En anders heb ik daar nog wel dingen voor tot we genoeg te doen gaan hebben. Audi RS6 gemaakt door Team MOH. Uniformen gemaakt door Ruben. Ruben is te vinden op Discord waar je ze ook kunt krijgen. Shout-out naar hem. Hier onderaan als ik eraan denk. Dat het tijdens het editen wat als ik eraan denk. Maar goed, komt hier in beeld wat Ruben zijn Discord is. Voordat jullie mij zeggen, oh er wordt geschoten, nee dat is binnen. Iedereen denkt nu van, what the fuck loopt hier? De hond blijft zitten, die is nergens voor nodig nu. Hallo. En zo verdwijnt het geluid opeens als wij binnenkomen gelopen. Nou, oké. Okay. Standaard zooi weer even. We gaan even laten zien wat we allemaal hebben. Zak hem aan. Ja, laden. Zo. De Glock, 17. Shotgun hebben we, ja, daar hebben we die ga ik toch niet gebruiken. Teargas, dat zal iedereen hier leuk gaan vinden. Lekker huilen. En sticky bombs, die ga ik niet hier gebruiken. En nog de taser, maar die zal het vast wel doen. Doet hij het ook? Die doet het ook. Goed. Hier een bericht voor alle wagens. Een
Nee. Nee. Ik twijfel, maar nee. Dat is die melding waar we toen een keer een hele aparte video voor hebben gemaakt. Van een half uur. Die me helemaal mislukt was. Waar ik 5 keer dood ben gegaan. En die kan ik niet... Nee, daar kan ik nu even niet tegen om die weer te moeten doen. Zullen we nog wel een keer doen, maar dat is dan weer één hele video met z'n viertjes van het AT. En de hond, ja, die kun je daar echt niet inzetten. Dus, nou, ander keertje. Zo, daar hebben we wel die zaak. Zullen we een mes? 1202 OC, we komen eraan. Zou dan aan het insteken zijn op iemand? Ik denk hier zo achter, waar de collega's ook... links vrij, rechts vrij is. Target is female. Oh hier, oh shit. Hey! We have a 148 and strawberry. Staan blijven, we gepakt door de hond. Staan blijven! Meewerken! Mes laten vallen. Neerleggen. Blijven liggen. Oké. Ben aangehouden. En hij gaat zwijgen. Nu doen we door zo'n hoofddoek of zo'n blinddoek om. Tot ze niks gaan zien en we nemen dan mee. Ik wil graag een ambutje ter plaatse. Voor een slachtoffer neergestoken. Eenheid van de politie. We gaan haar overbrengen naar het bureau en dan zijn we weer inzetbaar. En dat doen wij zo snel als mogelijk. En ik weet niet of dat de gang van zaken is, maar dat vind ik gewoon cool. Met spoed naar het bureau, met een verdachte achterin. Aan een collega overdragen. En wij weer inzetbaar. Report an assault on a civilian in Rancho. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hier links zou een gijzelsituatie zijn. Ja, precies. Politie! De hond, nee, verkeerde! Hond, kutzooi, pak! Stoppen! Wapen laten vallen of je wordt gepakt door de hond. Nee, hond, je pakt de verkeerde. Nu pak ik sowieso de gebied. Nee, hond ook niet. Hier komen. Dat ding wil niet luisteren, hè. Hij gaat weer. Pakken. Stomme hond. Oh, er komt een trein. Potverdomme. Goed zo. 14 handen laten vallen, handen laten vallen, handen laten zien, goed zo, was die hond heen, oké, naast mij, ja, dat ging slecht, en aangehouden, ga naar het bureau, mijn collega, het scheelt me even wat tijd, ik kan even wat uitleg doen bij iedereen, dat ging heel slecht, de hond had er wel, maar ze kreeg toch nog de kans om, om te schieten en ze schoot de of het slachtoffer dus door het hoofd. Dus dat ging niet helemaal soepeltjes. Hij moet even uitstappen want die hond kan dus niet instappen nu. Maar nu kan hij snel instappen. Goed, dus volgende keer beter. En die hond pakt ook nog de verkeerde trouwens.
dat ook nog eens erbij. Nog end. Melding afgerond. Oh, ik had nog een melding openstaan. Een andere blijkbaar. Waarvan ik niks wist. Citizens report a wanted felon on the loose. Suspect last seen okay. In Chamberlain Hills. Melding persoon in een voertuig wordt gezocht door ons. Zou hierbij betrokken zijn, zou bij een drive-by attack zijn betrokken. Dat betekent langsrijden en schieten, letterlijk. Dus die gaan we even klem zetten en aanhouden. Maar wie is het, het voorste voertuig? Ik kan hier nergens heen, ik zit hier vast. En als je nou een Audi opeens over de stoep ziet gaan en naar hem toe ziet rijden, dan weet hij ook al hoe laat het is, denk ik. En dan komt iets, oh nee, dat is gewoon die trein. De situatie wordt even gefriest hier, want ja, we kunnen niks. Dus, maar ja, niemand krijgt groen blijkbaar. Achter mij is, was vrij, nu niet meer. De metro geeft mij nu even de kans om een vrije ruimte te creëren. 1201, dat is 1201. Oké, die gaat er een soort van door. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Aan, laten zien, uitstappen. Stoppen. Elke verdachte beweging wordt er geschoten. Liggen. Mond houden. Aangehouden. En zwijgen. Oké, een verdachte aangehouden, klem gezet. En, brengen hem even naar het bureau. Verder. Toch niks nuttigs, dus ja, ik kan wel mee gaan schieten, maar ja, ik weet niet wat die persoon heeft gedaan. Die moeten we gewoon even aannemen. Trevor Phillips zou hier rondrennen en die wordt echt nog gezocht en dat is de zwaarste crimineel in heel Los Santos. Dus die moeten we even aanhouden. Oké, er wordt geschoten vanuit het voertuig op onze C-achtervolging. De welbekende Trevor Phillips zitten wij achteraan. Ja, vuurwapen gevaarlijk. Achtervolging voortzetten. Dus ontsnapt niet van een Audi RS6. En al helemaal niet als er een AT-team in zit. Alleen opletten dat hij niet terugdraait en gaat schieten. Ja, te dichtbij en we worden beschoten. Oh, hij rijdt hard. Ik dacht al dat ik hem kwijt was.
Allemaal uitstappen. Oké. Terug instappen, collega, snel. Sneller, sneller, sneller. Linksaf, rechts vrij. We gaan richting haven, dan kunnen we wat meer risico nemen. Zeker op dit tijdstip van de dag zullen daar niet veel mensen zijn. Hopelijk gaat hij wel rechtsaf. Als we hier rechts gaan, gaan we alsnog de haven in. Ja, we gaan de haven in. Dus meer in principe opwachten. Hij gaat ergens weer terugkomen. Alleen de vraag is waar. Hier zo. Stoppen! 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 Uitstappen! Staan blijven! Staan blijven, zeg ik. Die hond pakt hem. Dan ga ik achter hem aan. Staan blijven. I will use deadly force. Loser. Liggen en liggen blijven. Die hond gaat niet achter hem aan. We zijn hem op dit moment kwijt. Maar als het goed is, zou iemand die hier rent, ja, dat moet hem wel zijn. Shit. Zij collega's erbij. Bericht voor alle wagens. Hier even in het gebied zoeken. Eén collega vraagt om een assistentie. Staan op iets uit, hè? Daar komen ze. Daar rijdt mijn hond aan. Oh my god. Godverdomme, hebben we een dierenarts? Ja. Holy shit, die gast. 1201, dat is 1201 over. Nou oké, eenmaal aanhouding verricht en mijn hond is helaas overleden. Het was een potverdomme een goede hond. Maar ja, daar hebben we niks meer aan. 1202 OC, we komen eraan. Maar nu, de persoon waarom het gaat. Die hebben we hier. Hij ziet er dood uit. Oké, okay, ja, we moeten maar even lijkschouw hier naartoe laten komen en die gaan hem meenemen. Want ik denk dat veel mensen hem wel graag willen hebben. 1205, ik ben onderweg. Of ja, graag willen hebben. In ieder geval even een bewijsje tot we hem hebben. Aangehouden met dodelijk vuur. Ik weet niet of het dan nog aanhouding kunt noemen. Maar het wel opeens heel donker. Ik dacht even dat er iets ging gebeuren. 1201 over. Hier rijdt een auto met drugsrunners. Ook die worden wij ook daar worden wij voor gevraagd om die aan te houden. Unit 1, Lincoln 18. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Hij rijdt gewoon door. Hallo. Units reporting a suspect resisting arrest. And Alicia and Island. Stoppen! Stoppen! Uitstappen beide. Verdachte beweging wordt er geschoten. Staan blijven. Jij ook.
Liggen beide. Snel een beetje. Ja, OC tweemaal aanhouden, graag takelwagen ter plaatse. Kom hier. Jij ook, ik ben aangehouden. Assistance needed for a suspect placed under arrest in ik zit op mijn knieën zitten. 12:05, ik ben onderweg. Dus laat. Dat is verhoord. Hebben we iets van bewijsmateriaal? Hebben ze iets laten vallen, drugs? Tijdens hun vluchtpoging? Hier niet. Ik heb niks gezien, meldkamer. We gaan even naar de rechtszaak tegen deze twee heren. En dat zal zijn, ja, we hebben niks gevonden helaas. De bestuurder is schuldig gevonden aan gevaarlijk rijgedrag en verzetbare arrestatie. Hij heeft daarvoor 2 jaar gekregen. En de bijrijder was schuldig gevonden voor verzet bij arrestatie. En heeft daarvoor 1 jaar gekregen. Oké, ja, we hebben geen drugs aangetroffen, moet ik zeggen. Ik heb ze ook niet gefouilleerd, dat was een beetje dom van mij. We kunnen ze dus niet pakken voor drugs dealen, omdat we daar... ja, we hebben één stuk gemist. Eén bewijsmateriaal stuk gemist. En ik ben mijn collega kwijt. Die is nu bij de rechtszaak, denk ik. Gaan we naar de laatste melding voor vandaag en dan is het weer mooi geweest. We hebben weer een mooie dienst erop zitten met het AT. Helaas is onze hond gesneuveld. Met niks aan te doen. Paul 20. Citizens reporting. Gunfire reported. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6. Paul 20. Suspect is heavily armed. Respond code 3. Er zijn 2 of meerdere personen met zware wapens hier aangetroffen. Stoppen! Stoppen! Handen laten zien, wapen laten vallen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Code 4, all units return to... Er zou een RPG in het spel zijn. Dat is geen RPG, die is wel flink toegetakeld. Dan zijn een shotgun. En wat voor een, zo'n automatische shotgun. En daar kun je echt ziek mee schieten, geloof ik. Ja, zo. Dan ben je dood. Dat weet ik wel zeker. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En ik zie jullie graag over 2 dagen bij de volgende video. En dat is... moet ik even heel goed nadenken. Ik weet het niet. Ik heb al iets opgenomen. Maar ik weet niet of het over 2 dagen is of over 4 dagen. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Tot de volgende. Doei.